En superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlein Tukkers en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag gaan we ook weer aan de slag met een bloemstuk. Ik heb alvast een mooie ondergrond. Wil je nou straks zelf dit pakket bestellen en wil je er zelf mee aan de slag? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het pakket kan bestellen. En dan kan je het zelf helemaal maken. Je kan je eigen kleur aangeven. Dus vind je het leuk om iets in een andere kleur te maken, geef het dan gewoon aan. En voor de mensen die gewoon gezellig mee willen kijken, ook welkom. En heb je er zin in, doe alvast een duimpje omhoog en dan gaan we aan de slag. Ik haal jullie even iets dichterbij, dan kunnen jullie precies zien wat ik doe. Ik heb dus amaryllis en die leg ik in het mos. Zodat je hem echt mooi inpakt en dan omwikkel je hem met jute touw. Dit mag best wel aanwezig zijn, juist door het natuurlijke is het heel erg mooi. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin, good tidings for Christmas and a Happy. En zoals je ziet heb ik dan het bolletje heel mooi ingepakt. Dan heb ik hier weer een mooi lichtsnoertje met een batterijtje. En deze wikkelen we op dezelfde manier ook om de bol heen. Dit maakt het natuurlijk ook gelijk gezellig. Daarnaast zit er een plat batterijtje aan. Deze kun je daardoor extra mooi wegwerken. En dan heb je geen grote kastjes. Dan maken we even een gaatje in het mos en daar stoppen we het batterijtje tussen, zodat je hem eigenlijk nauwelijks meer ziet. Kijk, door voorzichtig een gaatje te maken kun je hem daarin stoppen. Dan bevestigen wij voorzichtig de bol op de industriële pin. Let wel op dat je dit echt voorzichtig doet, zodat je niet de hele amaryllisbol kapot maakt. En kijk dan, hij is zo al heel erg leuk. Dan gaan we hem nu versieren. Ik versier hem wat neutraler, zodat je hem na de kerst gewoon kan laten staan. Maar je kan er natuurlijk allerlei kerstballetjes en glittertjes aan toevoegen, die je eventueel later ook verwijdert. Maar we houden hem vandaag gewoon mooi natuurlijk. Als eerste heb ik hier hele mooie wilde asparagus. Dit zetten we vast met een krammetje. Dat kan je mooi in de mos doen. Je hoeft niet in de bol te prikken, maar echt in de mos zelf. En dit verdeel ik om de bol heen. Dit mag ook best wel iets naar beneden zakken. Dat vind ik juist wel een heel mooi effect geven. Dus dat je hem iets langer laat doorlopen. Dan gebruik ik deze gewakste takjes. En ook deze mag best wel iets verder doorlopen naar onderen. Juist een heel mooi effect. En in dezelfde kleur heb ik nog een ander soort gewakst appeltje. En dan heb ik nog wat gedroogde dadeltakjes. Die passen juist heel mooi in die sfeer. En dat zetten we elke keer op dezelfde manier vast tussen het mos. Die dadeltakjes gebruik ik gewoon in delen. Dus die verdeel ik om de bol heen. Dan gebruik ik deze plataanbolletjes. Hier zit echt een licht glittertje, maar echt super mooi hier tussen het stuk. Ik heb deze in het zilver en in het zwart. En dus in dit kleurtje. Het is geen goud, maar er zit wel iets een gouden glittertje op. En deze bevestig ik ook weer op dezelfde manier ertussen. En om de krammen een klein beetje weg te werken, doe ik er een beetje tillandje op. Dit kan je bevestigen met een beetje lijm, of je doet ook de krammetjes ertussen. En je zorgt dat het tillandje er iets boven valt. Kijk, ik haal het tillandje weer iets omhoog, zodat je het krammetje niet ziet. En dan zijn we klaar en dan hebben we weer een prachtig mooi stuk wat eigenlijk in ieder interieur past. Het industriële van de onderkant met het mooie groene van de bovenkant en het natuurlijke maakt dat het in elk interieur past. En natuurlijk erg gezellig met de lampjes. Wil je dit pakket nou bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Dan kan je er zelf mee aan de slag. We zorgen dat alles zo snel mogelijk verstuurd wordt. Dus dat je het zo snel mogelijk in huis hebt. En dat je ook in deze tijd lekker creatief bezig kan zijn. En ja, dan hoop ik dat je het weer een leuke les vond. Vond je het leuk? Doe een duimpje omhoog. Abonneer natuurlijk gratis. Dan blijf je op de hoogte van alle video's die ik maak. En deel jouw creatie. Want dan maak je ook nog eens kans op een leuke prijs. Elke maand maak ik dan een winnaar bekend. Die naar aanleiding van mijn video's een mooi bloemstuk heeft gemaakt. Of je dat nou hebt gedaan door middel van een DIY pakket of gewoon zelf. Dat maakt niet uit. Je kan sowieso meedoen. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. En dan zie jullie bij de volgende keer weer. Doeg!